In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 1:15 is op de Havenstraat in Zaandam een auto uitgebrand. Een getuige zag aan de andere kant van het water hoe op de Havenstraat een auto in brand werd gestoken. De brandweer kon de geparkeerde auto, die ter hoogte van de Baltischestraat geparkeerd stond, niet meer redden. Het voertuig staat als gestolen geregistreerd. Reden genoeg voor de politie om onderzoek te doen.